Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag weer een adventskalender unboxen. En het is de adventskalender van Nivea. Hij is enorm. Maar goed, we gaan hem uitpakken. Ik zal eerst eventjes de bovenkant eraf halen. Voordat we beginnen, ik heb deze adventskalender besteld bij Bol. Voor 44,99. In de sale, weliswaar in de Black Friday sale. Maar ja, dit is de laatste adventskalender unboxing die ik dit jaar ga doen. Dus enjoy. Kerstboom staat achter mij aan. Tijd om de kalender uit te pakken. Ik ga eerst eventjes dat fantastische plasticje eraf halen. Het is best wel een zware kalender, dus ik verwacht er eigenlijk best wel veel van. Ik kwam ook in een enorme doos. Deze kalender heeft twee kanten. Zo ziet hij eruit. De voorkant. En de achterkant heeft ongeveer hetzelfde plaatje. Ik ga op zoek naar vakje 1. En we gaan hem gewoon unboxen. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik heb ook deze unboxing video van iemand anders nog niet gezien. Dus het is voor mij ook een complete verrassing. Ik ben heel nieuwsgierig of dit echt weer de prijs waard is die ik ervoor betaald heb. Maar we gaan in ieder geval op zoek naar vakje nummer 1. Ja. En vakje nummer 1 zit hier gelijk aan de onderkant. Oh gosh, oké. En in vakje nummer 1 zit, oh lekker, de originele Nivea Creme Care douchecreme. Heel fijn. En ik vind deze minis vind ik altijd zo handig voor op reis. En de geur van Nivea producten kan ik heel vrolijk van worden. Dus hier ben ik in ieder geval al super blij mee. Gaan we door naar vakje nummer 2. En vakje nummer 2 zit helemaal aan de andere kant. Het is wel een beetje struggelen met een grote kalender, zeg maar. En in vakje nummer 2 zit de Nivea handcreme. Nou kan ik hier Nivea geur. Kan ik hier heel veel van gebruiken, want ik loop nog steeds op krukken met mijn gebroken knie. Dus mijn handen zijn echt toe aan lekkere verzorgende producten. En dat van Nivea is gewoon super fijn en super verzorgend. Dus echt top, top producten. Oké, we gaan verder naar vakje 3. En die had ik net al ergens gezien. Ja, vakje 3 zit hier aan de bovenkant. Vakje nummer 3 is een klein vakje. Wat zou erin zitten? Oh ja. Het is een klein vakje met een klein product. Het is een nagelvuiltje. Een stenen nagelvuiltje. Hij is wel schattig. Maar dit is wel een opvulcadeautje. En ik denk ook, ja, hij doet het wel. Het is leuk voor je tas. Maar dit kost niet zoveel, zeg maar, om in de kalender te stoppen. Oké, door. We gaan op zoek naar vakje 4. Vakje 4. Vakje 4 zit daar onderin. Ik vind trouwens het uiterlijk van deze kalender echt zo schattig en kerstig. En het is echt heel erg lief. En ik had eigenlijk even een foto moeten maken voordat ik de kalender ging openen. Maar ja, dat vergeet je natuurlijk als je ermee bezig bent. Oh. In vakje nummer 4. Oh. Nice. In vakje nummer 4 zit micellair water voor de droge en gevoelige huid. Ik heb het micellair water van Nivea met de paarse dop. En ja, het is een heel handig reisformaatje. Ik sleep me altijd de pleuris met die grote flessen. Dus ja, leuk. Is ook echt, wat er tot nu toe in zit, is eigenlijk allemaal wel gewoon bruikbaar. En dat is wel perfecto. Oké, door naar vakje nummer 5. Vakje nummer 5 zit hier aan de onderkant bij de deurtjes. Oh, is groter dan dat ik dacht. En in vakje nummer 5 zit een Labello. Even kijken. De Hydrocare 24 Hour Hydration. Dus de gewone Labello, maar dan de Hydro. Ik wissel mijn Labello's af met potjes van Vaseline of Babylips.
Maar de babylips hebben kleurtjes en deze niet. Dus ik ben hier best wel tevreden mee met shea boter en bio jojoba oli. Lekker. Kunnen de lippen wel gebruiken tijdens de winter, toch? Wij gaan door met vakje nummer 6. En vakje nummer 6 zit hier aan de bovenkant. And I love the look of the calendar. Oké, vakje nummer 6 aan de bovenkant. Wat zou dit zijn? Oh, deze is leuk. Het is een slaapmasker. Waarop staat Dream Big. Nou heb ik normaal gesproken geen slaapmaskers. Maar ik merk wel dat als ik aan het reizen ben en ik zit in het vliegtuig bijvoorbeeld, top dingen. Want zonder deze dingen kan ik niet slapen. Dus dit wordt zeker weten wel gebruikt en hij is ook heel erg mooi. Donkerblauw met roze letters, ja, top, top. En een klein beetje opvul, maar wel een leuk opvulproduct. Door naar het volgende vakje, vakje nummer 7. Vakje nummer 7 zit hier bovenin. Lijkt een heel groot vak te zijn. Ik zit elke keer te schreeuwen op het feit dat er zeg maar doosjes in zitten die niet open kunnen en vakjes. En dit is een scrubsteen, denk ik. Dit is een scrubsteen die kun je gebruiken in de douche om je huid te scrubben. Ja, kan. Ik gebruik ze niet heel veel. Ik gebruik wel gezichtscrub, maar niet echt lichaamscrub. Maar misschien moet ik het dan maar gewoon een keertje doen. Vakje nummer 8 en die zit helemaal hier aan de zijkant. En in vakje nummer 8 zit... Oh, kijk. Top. Het oude vertrouwde potje. Een mini Nivea crème potje. En ze zijn zo prettig. En kijk, er zit nog een folietje overheen. Dit is zo handig voor in je tas. En echt, dit spul is magisch. Serieus. Droge plekjes. Die. Heerlijk. Of de Nivea Soft, by the way. Die is ook heel erg lekker. Die heb ik in Australië veel gebruikt. Oké, wij gaan door met vakje nummer 9. Vakje nummer 9 zit hier aan de, in het midden. Dus ook weer een lang vakje. Hey. Leuk! We hebben een Nivea Black & White Invisible 5x Anti-Odor Sweat Stains Residue and Irritation. 5 in 1. En het is zo dat ik niet heel veel rollers gebruik, maar... voor in mijn tas vind ik dit eigenlijk wel hele fijne. Want ja, nou ja, er zit wat gewicht in, maar hij is niet heel groot. En zeker ook voor op reis vind ik dit soort dingen altijd fijner dan de spuitbussen. Ik weet ook niet waarom. Lekkere geur, lekkere deo. Prima. Oké, dat was vakje nummer 9. Dan gaan we naar vakje nummer 10. Die zit hier aan de bovenkant weer. Ah, Labello. De original, de donkerblauwe. Ja. Het ruikt zo nostalgisch, want vroeger hadden we nog niet van die fancy lipbalsems. En gebruikte iedereen gewoon Labello. En het was echt nostalgie. Ik had dit zeg maar toen ik, nou ja, dit was de voorloper van mijn lipgloss. Toen ik een jaar of 8 was of zo, kreeg ik een tube Labello. En dat was de voorloper van mijn lipgloss en de make-up verslaving. Vakje nummer 10. We gaan naar vakje nummer 11. Vakje nummer 11 zit hier aan de bovenkant. Als je deze video nou ontzettend leuk vindt en je denkt, oh, ik wil vaker pakketjes unboxing zien, laat het dan even weten onder in de comments. Oké. Okay. Een beauty blender. Dat is leuk. Toevallig moet mijn beauty blender eigenlijk met pensioen. Die is echt zo smerig als maar zijn kan. Dus leuk. Oh, hij voelt ook heel goed. Zacht roze. In Nederland hebben we niet echt Nivea make-up producten. Wel veel reiniging en verzorging. Maar in het buitenland bestaat er wel Nivea make-up. Dus dan snap ik ook wel dat ze er een beauty blender bij in doen. Nou is het echt toeval dat de mijne echt smerig is. Dus ja, ik ben hier wel blij mee op zich. Ik vind dit echt wel... Tot nu toe ben ik echt heel tevreden over deze kalender. Goed, we gaan naar vakje nummer...
12. En dit is overigens ook gelijk het laatste vakje van deze kant van de kalender. Dit is de 1 minute Urban Skin Detox Mask met witte klei en magnolia extract. En dit lijkt mij een full-size product. Oh, en hij ruikt lekker. Detoxifeert de huid door stressfactoren van buitenaf te verminderen, verwijdert dode huidcellen en geeft extra diepe reiniging, zuivert de huid voor een egale en mooier uitziende huid. Breng het masker aan op een gereinigd gezicht, vermijd het gebied rond de ogen en spoel af na 1 minuut. Dus dit is echt... Oh, wat heerlijk. Oh, ik ga hier echt heel erg van genieten. Maskervideo? Ik ben echt nog steeds... Ik ben heel erg tevreden dat ik toch ervoor gekozen heb om deze kalender te kopen. Ik wilde namelijk een wat duurdere kalender kopen om te zien of wat er in de kalender zit ook daadwerkelijk representatief is voor wat je ervoor betaalt. En tot nu toe ben ik echt nog heel erg tevreden. Ik bedoel, er zitten een aantal full-size producten in, er zitten een aantal minis in. Er zit Labello in en er zit tot nu toe is er eigenlijk maar één dingetje waar ik het niet helemaal mee eens ben en dat was die nagelvuil. Dus ja, goeie. Oké, you guys. Dan gaan wij door naar de achterkant van de kalender, want ja, deze kalender heeft twee kanten. We waren geëindigd bij vakje 12, dus dan gaan we nu door naar vakje nummer 13. En in vakje 13 zit weer een gezichtsmasker. Dit is het Cutine Power Mask. 2 stuks, 10 tot 15 minuten en het voelt als crème. Dus geen sheet, maar wel crème. Nou weet ik dat de cutine maskers eigenlijk voor verouderende huid zijn, maar dat geeft niet, want ik gebruik echt heel veel door elkaar heen. Goed, vakje nummer 14 zit hier aan de bovenkant. Race tegen de klok, want ik zie dat de batterij bijna leeg is. Dat is wel een beetje jammer. In vakje nummer 14 zit 1 Invisibobble-achtig haarelastiekje. Ja, dit vind ik dus daadwerkelijk opvul. Dat is echt zonde. Goed, we gaan snel door naar vakje nummer 15. Oké, kijk, dit is dan alweer een stukje beter. Dit zijn de gezichtsreinigingdoekjes voor de normale tot gemengde huid en zonder alcohol. Lekker. En het is een pakje van 7. Lekker handig voor je tas. Had ik, serieus, zo'n pakje mee naar Australië. Oké, vakje nummer 16. Aan deze kant van de kalender. Nummer 3. Dit is de Labello Sun Protect. Dus ja, och, ook die ruikt lekker. Dit is echt een zomerlabello voor het geval dat je op vakantie gaat naar een heel zonnig land. En met corona zal het nog wel even duren. Maar op vakantie gaat naar een heel zonnig land en weet dat je lippen snel verbranden. Werkt geweldig. Goed, vakje nummer 17. Waar is vakje nummer 17? Oh, hier. Ja. Vakje nummer 17. In vakje nummer 17 zit... dit is de Nivea Men Energy. En dit is een douche gel voor mannen met mint extract. Oké, het is wel heel erg lekker. Dus er zitten ook mannenproducten in deze kalender. Dat had ik op zich niet verwacht. Want meestal, adventkalenders zijn echt iets een vrouwending tegenwoordig. Dus ja, vakje nummer 18. Groot vak. Oké, ja. Opvul cadeautje, maar wel een leuke. Dit is een badspons. Zo'n loofie? Spons. En met de hoeveelheid douchefris producten die Nivea heeft, kan nooit kwaad. Ik had hem nog niet in mijn huis, dus ja, ik kan hem zeker weten wel gebruiken. We gaan door met vakje nummer 19. Zit aan de zijkant van de kalender. Yes! Oh. Dit is echt mijn holy grail aan gezichts, lichaams, alles crème. Deze vind ik lekker, maar die kan soms wat zwaar liggen. Maar deze echt. Dit is de Nivea Soft. En als je de Australië video's gevolgd hebt, dan heb je hem al voorbij zien komen. Zo goed. Zo goed. Ik ben hier zo blij mee. Love this stuff. We gaan naar vakje 20. Jongens, we zijn al bijna aan het einde van de kalender. Oh my gosh.
Vakje 20. In vakje 20 zit Nivea Men. Nivea Men Refresh Active Deodorant. Dit is ook een full size. De deo's zijn full size. We gaan verder met vakje 21. Hier aan de bovenkant. En in vakje 21 zit... Designed with care. Zit een zakje in. Oh. Oké, dit is heel lief. Het is een... Het is een mini washandje. En het is van microvezel. Nou. Lekker om je gezicht mee te reinigen. Leuk. Echt leuk. Ja. Dat vind ik echt vind ik een leuk cadeautje. Oké, we gaan verder met nummer 22. Ik zit helemaal aan de zijkant van de kalender. Oké, de deurtjes gaan niet altijd even goed open. Oh, dit is ook een full size product. Nou, in ieder geval, dit is de oogmake-up remover. Ook een super product, heb ik ook heel vaak gebruikt. Gevoelige huid rondom de ogen kan echt... Maar spul. Ja, heel fijn. Ik kan er niks anders over zeggen. Ik vind deze heel prettig. Ik ben nog steeds heel tevreden met wat erin zit. We zijn tot nu toe van de 22 cadeautjes op 2 cadeautjes gestruimd waarvan ik zelf denk... I don't know. Dus dat valt echt heel erg mee. Dat was 22. Dat betekent dat we nog 2 cadeautjes te gaan hebben. Ik ben heel benieuwd naar nummer 24. Maar we moeten eerst nummer 23 natuurlijk nog even openmaken. Nummer 23 zit hier aan de bovenkant. Scherpe nagels. Ah, gezichtsmask. Face mask. Ja, een voedend gezichtsmasker. Voor de droge en gevoelige huid met honing en amandel. Zitten er 2 in. Is ook een crème. Is lekker. Lekker voor in de kerstvakantie als je lekker wil relaxen. Ja, lekker. En dan zijn we alweer bij het laatste vakje van de laatste adventskalender van 2020 aangekomen. Vakje nummer 24. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Meestal is vakje nummer 24 wel echt een klapstuk. Het is ook een heel groot vak. Dus I don't know. Ik ben echt benieuwd. Oh, oh gosh. Yes. Yes. Kijk nou. Oh jongens. Ik ben hier heel blij mee. Dit is de Body Soufflé crème van Nivea. Dus die is ook heel erg luchtig. En dit is de Body Soufflé met coconut en monoi olie. Kokosnoot. Dit is de Body Soufflé met coconut en monoi oil. Ja, heel erg lekker. De Body Soufflés zijn gewoon echt zo voedend als maar zijn kan. En zeker in de winter is het zo lekker om jezelf gewoon helemaal in te smeren als je gedoucht bent. Oh. Nou, ik ben wel echt heel erg tevreden. Ik vind dit echt een klapstuk. En het is een full size. Een full size product op het einde. Dus heel erg goed gedaan, Nivea. Echt heel erg goed gedaan. En dat was hem dan alweer. De adventskalender is helemaal leeg. Het was de laatste van 2020. Ik heb geen idee of ik dit in 2021 nog een keer ga doen, maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk om deze video's op te nemen. En ook om aan jullie te laten zien wat de interesses zijn van mij en waar ik heel vrolijk van word met Sinterklaas en Kerst. En ik ga ontzettend genieten van de producten die ik uit deze kalender heb gekregen. Als ik zou moeten kiezen, mijn favoriete product... Ja. Nee. Sorry. Die. Ja. De Body Soufflé. Het is echt niet normaal. Ik vind het echt... Echt een top product. En ik ben ook heel benieuwd hoe die gaat zijn op mijn huid. Minst leuke product. Die. De Invisibubble. Ja. Sommige mensen gaan daar wat aan hebben. Ik niet echt. Maar goed. Vind ik het deze prijs waard? Jazeker vind ik het deze prijs waard wat ik ervoor betaald heb. Reminder. Ik heb hem gekocht in de sale bij Bol. Officieel is die een stukje duurder. Ik zal de officiële prijzen even hieronder in beeld zetten. En... als je nou zelf ook deze kalender wil kopen, hij staat hieronder gelinkt in de bio. Zodat je hem in één keer kunt vinden. Ik vind
vind het zeker waard wat ik ervoor betaald heb. Er zaten wat full-size producten in, wat minis. Een enkel opvulcadeautje, maar het compenseert echt wel wat erin zat. Want ja, Nivea is gewoon niet echt een heel goedkoop merk. Maar wel een hele goede, dus ik ben echt blij dat ik hem gekocht heb. Als je deze video leuk vond, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneren kan onderaan de video op de rode knop. Klik dan ook gelijk even het belletje aan, zodat je geen video meer van mij mist. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Advent Calendar Unboxing van Nivea. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video.